Giovanni Huat, jullie winnen met 2-0 van Den Bosch. Wekenlang, misschien wel maandenlang, heb je zitten te verbijten op de bank. Nu speel je. Je maakt meteen een doelpunt in Sittard al, vanavond al, vanmiddag alweer. Gaat een stuk lekkerder met jou. Ja, klopt. Ja. Ik heb in het begin van het seizoen een periode gehad dat ik veel speelde. Ik kwam toen van een lange periode dat ik weinig speelde. Dan zie je dat je op een gegeven moment heb je geen ritme nodig. Heb ik in die periode ook een dipje gehad. Ging het wat minder. Maar ik herpak mezelf weer en het gaat lekker. Ik neem aan dat de resultaten die jullie als groep halen, uiteraard meespelen met het gevoel wat je zelf hebt in het vak. Ja, ook dat, maar ik merk ook dat we gewoon met een proces bezig zijn. En dat moeten we gewoon vasthouden. En dat gaat af van mijn gevoel. Ik bedoel, kijk, een goed gevoel heb ik altijd, de groep is goed. Dat moeten we gewoon vasthouden. Gewoon als groep bij elkaar blijven. Dan heb je altijd een goed gevoel. Even terug naar deze wedstrijd. Je maakt een hele mooie eerste goal. Ik wil Jeroen Verkennis bedankt. Want het was een superpaas. Ja, zeker. Ik heb volgens mij even kijken in de wedstrijd tegen Eagles. Toen we de eerste wedstrijd speelden. Toen gaf hij ook zo'n bal volgens mij. En dat is ook gelijk gevaarlijk. En dat is eigenlijk gewoon mijn kracht. Ik denk dat als je in het verleden kijkt. Bij de clubs die ik gespeeld heb, dat is gewoon mijn kracht. Zulke ballen en diepgang. En daar moet ik meer van hebben. En daar moet ik nog meer in de midden. Jullie hebben verschillende speelwijzen gehanteerd dit seizoen. Is dit nou de manier van spelen en de formatie? Nou, wellicht ook de basis zelf die we in de play-offs ook gaan zien? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat weet ik niet precies. Ik bedoel, je hebt het gezien, we hebben verschillende formaties gespeeld. We hebben ook resultaat gehad met andere soorten formaties. Dus dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Ik vond Den Bosch vandaag vrij matig. Dat zal vrijdag tegen Ajax alweer een ander verhaal worden. Hoe is dat voor jou als speler als je veel meer terug op de eigen helft speelt? Is dat ook een heel ander potje dan? Ja, klopt. Ik denk dat het moderne voetbal eigenlijk wel zo is. Dat de buitenspelers vaak mee moeten op eigen helft. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik bedoel, maar daarentegen heb je ook weer ruimte als de bek meegaat. Dus daar moeten we van profiteren. En ik doe mijn best. Dus, dankjewel, van harte. Ja, dankjewel.